Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie uittesten, namelijk de Tropic Exotic collectie van Catrice. Het is een collectie die tijdelijk in de winkels ligt, dus voor deze collectie geldt altijd op is op. Deze is verkrijgbaar vanaf halverwege juli, dus die zou op dit moment in de winkels moeten liggen. Ik heb hem online besteld, vandaar dat ik al wat eerder in huis had. Ik ga in deze video wat meer informatie geven over deze collectie. En uiteraard ga ik de producten laten zien die in deze collectie zitten en we gaan ze uittesten. Dus ben je nou benieuwd of deze collectie het waard is om aan te schaffen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Laten we even beginnen met wat meer informatie over deze collectie. Deze collectie is echt heel erg zomers. Je ziet het ook wel aan de verpakkingen, dat zal ik zo meteen laten zien. Deze collectie zou alles bevatten wat je nodig hebt voor een zomerlook. Levendige kleuren en elegante gouden tinten die je zouden herinneren aan exotische bloemen, zeldzame dieren en tropische zandstranden. Deze collectie bestaat uit 6 producten en ik zal allereerst even de producten laten zien. Allereerst zijn er 2 nagellakjes in deze collectie. Deze hebben de naam gekregen C01 Hibiscus Heat. Deze heb ik ook momenteel op. Die hebben weer zo'n dubbele dop en eigenlijk gewoon een heel basic kwastje. Ik heb het idee dat hier een geur aan zit aan deze nagellak. Want toen ik hem had aangebracht had ik niet echt het idee dat het een typische nagellakgeur was. Maar dat er echt een lichte geur aan zat. Ik heb dit overigens niet kunnen terugvinden. Dus misschien ligt het aan mij. Maar ik heb dus het idee dat ze een geur hebben. Dat zijn allereerst deze. En dan heb je ook een oranje kleur. Die heeft de naam C02 Bird of Paradise gekregen. Dus dat zijn allereerst de nagellakjes. Dan hebben we een matte face en body bronzer. Die is heel groot. Met de naam C01 Exotic Glow. Deze kun je dus zowel voor je gezicht als je lichaam gebruiken. Hele grote pen heeft hij ook. Ik vind hem ook echt fantastisch met de opdruk die erin zit. Want er zitten dus bladeren in gedrukt. Heel mooi. Deze heeft geen geur. Ik ben normaal wel eens gewend bij dit soort producten. Dat ze een beetje een kokosgeur hebben. Dat heeft deze niet. Dan hebben we een cheek palette. Kijk eens hoe leuk het vormgegeven is met die blaadjes en die bloemen. En ik vind die papegaai ook wel heel erg leuk. Deze heeft de naam C01 Touched by Paradise gekregen. En die ziet er dus zo uit. Waarin dus een bronzer in zit, 2 highlighters en een blush. Dus eigenlijk alles in één voor je gezicht. We hebben ook een oogschaduwpalette. Die heeft eigenlijk precies dezelfde verpakking gekregen met de naam C01 Tropic Escape. Hier zitten dus 9 kleurtjes in. Die er zo uitzien. Dus heel erg mooi. En het laatste wat er in deze collectie verkrijgbaar is, is deze kwast. Ik heb hem dit keer aangeschaft omdat ik de kwasten van Catrice wel heel fijn vind. En ik vond hem heel erg leuk ook met de print. Deze heeft de naam C01 Wild Fascination gekregen. We gaan de producten gewoon eens uittesten. Dus ik ga even een haarbandje in doen. En dan gaan we gewoon maar eens beginnen met het testen van de producten. Om te kijken of dat het wat is. Nou, we gaan beginnen met het aanbrengen van bronzer. Ik ga eerst gewoon deze bronzer aanbrengen. Ik heb natuurlijk nu 2 bronzers. Ik ga het verder niet op mijn lichaam doen. Puur mijn gezicht. Maar die andere, als deze nou echt heel licht valt, kunnen we altijd die andere er ook nog overheen aandoen. Maar dat is even proberen. Ik zal hem allereerst eventjes zwartjes, zodat we even kunnen kijken wat de pigmentatie doet. Nou, zo ziet hij eruit. Hij is inderdaad wel vrij licht. Dus ik hoop dat dat goed zichtbaar is. Maar goed, dat gaan we eventjes zien. Ik zal jullie eventjes een beetje inzoomen en dan gaan we gewoon beginnen met het aanbrengen van de bronzer. Ik ga hem aanbrengen met de bijpassende kwast. Die er dus heel vrolijk uitziet. Het fijne is, er zitten spiegeltjes in de palettes, dus we kunnen de spiegeltjes gebruiken. Dus als je hem een beetje naar beneden ziet kijken, kijk ik in het spiegeltje. Ik ga gewoon wat aanbrengen. Oeh, hij neemt op zich wel op, zie ik. Hij is vrij subtiel, op zich niet heel erg. Ik hou zelf wel van een bronzer die iets intenser is. Maar hij geeft op zich wel een hele natuurlijke uitstraling zo. Dus
Ja, op zich niks mis mee, maar hij had van mij nog een tikje donkerder gemogen. Andere kant. De kwast brengt op zich prima aan. Hij is wel vrij zacht. Het is natuurlijk wel anders als de kwast die ik normaal gewend ben. Maar op zich brengt hij prima aan. Staat verder ook eigenlijk niet bij waar je hem voor kan gebruiken. Dus ik denk dat je hem zowel voor je bronzer kan gebruiken. Oh, en je highlighter. Maar ja, als je hem nou in je bronzer hebt gedeeld, ga je hem natuurlijk niet meer in je highlighter gooien. Want dat zou niet fijn zijn. Voor mij is die aan de vrij lichte kant, maar het geeft op zich wel een natuurlijke, ja, natuurlijke uitstraling, zeg maar. Maar ik vind hem net niet donker genoeg om te zeggen van nou, je ziet echt heel erg een contour zitten. Dus dat zie ik niet. Dus ja, op zich eigenlijk een... mooie, subtiele look, maar hij zou voor mij iets intenser mogen zijn. Nou, dan gaan we door met het face paletten ook. En omdat ik deze dus wat te licht vind, ga ik de bronzer die hierin zit er ook gewoon overheen aanbrengen. Ik vind het ook weer heel erg mooi dat er gekozen is voor wat opdrukken die erin zitten. We gaan even de kleuren swatchen. Deze bronzer ziet er niet heel donker uit. Bronzer, twee highlight kleurtjes en de blush. Het ziet er dus niet super donker uit. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat het donker genoeg gaat zijn voor een goede contour voor mij. Maar ja, dat is gewoon echt een hele persoonlijke kwestie. Ik ga nu wel eventjes een andere bronzingkwast gebruiken omdat ik die andere al in de poeder heb doordrenkt. Ik ga even de bril afdoen, dan kan ik er net iets beter bij. Nou ja, we gaan gewoon allereerst de bronzer gewoon even aanbrengen. Gewoon hier overheen. Om te kijken wat deze dan doet. Ik zie wel gelijk verschil dat deze veel intenser opkomt. Hij is wel een stukje donkerder, zeg maar, als die grote bronzer. Op zich helemaal niet erg, maar ik zie nu wel meer een contour opkomen. En dat vind ik zelf wel heel mooi. Dit is natuurlijk een kwestie van smaak, hè? Want ik bedoel, als jij gewoon echt van een hele lichte kleur houdt, is dat prima. Ik merk trouwens wel dat Catrice ook wel iets gestegen is in de prijzen. Jullie hebben de prijzen in beeld kunnen zien staan toen ik de producten liet zien. Dus je ziet inderdaad wel echt dat Catrice daar ook iets in gestegen is. Maar ja, aangezien alles stijgt, zal het met make-up ook zo zijn. Ja, ik vind deze wel heel erg mooi. Ik ga hem hier eventjes onder mijn kin nog een beetje aanbrengen. En dan gaan we het zo natuurlijk even blenden. Want nu zie je wel hele strepen. En dat is natuurlijk niet echt fantastisch. Maar ik vind deze iets donkerder. Dus toch wel iets mooier voor mijzelf. We pakken een blendingskwast. En daar ga ik het gewoon een beetje rustig mee inblenden. Zodat we de strepen wat zachter maken. Oh, dat is heel mooi. Ik heb iets te veel op mijn voorhoofd aangebracht, want ik zie een hele bruine streep zo. Je had iets meer naar de haarlijn gekund. Maar op zich met blenden wordt die wel wat mooier. Ja, als je hem inblendt, blijf je hem wel zien, maar hij wordt ook wel wat zachter. Maar goed, je wil ook niet met hele strepen rondlopen. Maar ik denk dat het inderdaad wel... Ja, het zijn wel wat natuurlijke kleuren, dat heb ik wel gemerkt. Nou, op zich vind ik hem nu wel mooi zichtbaar eigenlijk. Dus ja, ik ben er wel tevreden over. Door naar de blush. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Of die een beetje intens gaat zijn. Of dat die juist wat zachter is. Ik heb hem aangebracht.
wel mooi. Niet super aanwezig, maar je ziet hem wel. En ik denk dat dit wel heel mooi is. Hij ziet er wel wat natuurlijker uit. Je hebt ook niet heel veel nodig van de poeder. Vind ik zelf. Tenminste, ik ben niet iemand die heel veel op de kwast gooit. Maar ik denk dat het zo ook net wat mooier eruit ziet. Dus. Ja, leuk. Nou ben ik wel heel erg benieuwd naar de highlighter. Ik heb natuurlijk twee highlight kleuren. En ik ga in dit geval voor de koele. Dat is deze. Dus die ga ik aanbrengen. Ik ben heel benieuwd. We dippen de kwast erin. Wauw. Ja, die zie ik eigenlijk meteen opkomen. Goed gepigmenteerd. Ja, leuk. Heel leuk. Echt wel een toppertje, zeg maar. Ja, heel leuk. Beetje op mijn neus. Pupiloogje ook altijd, vind ik altijd wel mooi. Nou, ik vind het er best wel goed uitzien zo, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het niet verkeerd in ieder geval. Door naar de oogschaduw dan. Ja, ik ga eerst maar even wat kleurtjes swatchen en dan gaan we daarna gewoon een look proberen te maken. Dit zijn de swatches. Op zich ziet het er prima uit wat ik zo zie. Het is niet dat ik denk van, oh, dit valt heel erg tegen. We gaan gewoon eens eventjes kijken. Ik zal jullie even wat inzoomen en dan gaan we gewoon kijken wat voor look we hier mee kunnen maken. Waar ik een beetje zin in heb vandaag eigenlijk. Zo, we zijn ingezoomd. Ik zal even wat kwasten pakken. Dat is natuurlijk wel handig om te doen. Ik ga beginnen met een beetje een transitiekleurtje. En dat is deze in de hoek. Die ga ik in de cupidoboog aanbrengen. Eigenlijk een beetje als transitiekleur. Even kijken welk kwastje ik het beste kan pakken hiervoor. Deze is prima. Oh, hij neemt goed op. Zoals je kan zien. Dat valt me niks tegen. Ik denk dat deze ook heel mooi is als highlighter. Maar ik zie hem wel gelijk al opkomen. Ik vind hem niet verkeerd. Maar goed, het is natuurlijk pas de eerste indruk. Dus wat kunnen we ervan zeggen, denk ik dan. Ik vind hem als transitiekleur eigenlijk prima. Nou, dan gaan we daar natuurlijk met nog een kleurtje in. En het leek mij leuk om daar met dit kleurtje in te gaan. Deze. Dus die ga ik daarin aanbrengen. Die ga ik daar dan als ware overheen doen. Ik had mijn ogen ook al gebruikt voordat ik aan die look begon. Ja, ik vind dat zelf altijd heel fijn. Het is natuurlijk geen must. Maar vaak worden kleuren dan net wat intenser als je eventjes een primertje aanbrengt. Ook deze vind ik niet verkeerd, moet ik zeggen. Hij is eigenlijk vrij mooi. Voor in de arcadeboog vind ik hem eigenlijk echt wel heel erg mooi gekleurd. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Andere kant. Ja, wel heel leuk. Ik ga hem voor de vorm wel eventjes een beetje
remde. Daar ging mijn kwastje. Ja, kan gebeuren. Gewoon even heel lichtjes eroverheen, dat ik hem niet heel erg uitwrijf, maar dat de lijnen, de harde lijnen, een beetje weg zijn. Ik zie ook dat er niet heel veel kleur van afkomt met blenden, dus ja, zo vind ik hem eigenlijk mooi. In de buitenste ooghoek gaan we voor deze donkere kleur, die dus. En ik ben wel heel benieuwd. Kleuren zijn altijd heel persoonlijk. Omdat ik hier ook een blogpost over ga schrijven, zal ik ook met de overige kleuren nog wat doen. Maar die staat dan op mijn blog. Ik zal de link van de blogpost wel eventjes in de beschrijving zetten. Deze kleur vind ik ook mooi, maar heeft iets meer opbouw nodig, zie ik. Het is niet gelijk dat hij heel intens tot zijn recht komt, maar het is niet, zeker niet verkeerd. En nu ziet het er waarschijnlijk nog heel raar uit, maar zo meteen met blenden komt dat natuurlijk helemaal goed. Best leuk. Zijn jullie al helemaal in de tropische sferen? Nou, de temperaturen die wij hebben, die vind ik zelf niet zo heel fijn. Ik kan er niet zo heel goed tegen, maar misschien vind jij het wel heel lekker. De vakantieperiode is natuurlijk ook helemaal aangebroken. Nou, ik vind hem wel leuk. Ik ga natuurlijk wel eventjes blenden, want hier zie je wel wat meer de harde lijnen. Om hem een beetje zachter te maken. Ik vind het op zich wel een leuke zomerse look, zeg maar. Dat je, ja, krijgt de zomer in mijn bol, zeg maar, een beetje. Ja. Ik zie eigenlijk dat deze kleuren niet heel veel blenden nodig heeft. Het is gewoon meer even de harde lijnen. Dus je hoeft hem niet heel zacht te maken, zie ik. Ja, ik vind het niet verkeerd. En dan ga ik op het bewegend ooglid ga ik voor deze kleur. Dat is deze roze. Ja, ik kies zelf altijd een kleur die ik heel mooi vind. Het hoeft absoluut geen look te zijn die je aanspreekt. Hè? Ik bedoel, misschien heb je er helemaal niks mee. Maar ja, ik vind het zelf gewoon altijd wel heel leuk om de kleuren een beetje te proberen te matchen, zeg maar. Ook deze is heel erg mooi. Ik vind het zo wel echt een hele mooie look, moet ik zeggen. Ik vind het absoluut niet verkeerd. Ja. Leuk. Ik word er al wel helemaal blij van. Ik vind hem hartstikke leuk. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Dan ga ik even in de binnenste ooghoek en bij het wenkbrauwbod ga ik even dit lichte kleurtje aanbrengen. Ik weet niet of die per se heel erg gaat highlighten, maar dat gaan we gewoon zien. Ik doe dit eigenlijk altijd om de boel wat strakker te trekken. Misschien was het ook leuk geweest om voor dat andere kleurtje te gaan die ik dus als eerste heb aangebracht. Maar ja, ik heb nu zoiets van, ik vind het dan toch leuk om wat meer kleuren te proberen. En op zich is deze ook wel mooi licht, wat ik zo zie. Ja, ik vind het wel heel mooi. Zo, en dan is het de ooglook erop. Hij ziet er dus zo uit. Ik ga hem even afmaken met een eyelinertje, oogpotloodje en een mascaraatje. En dan kom ik bij jullie terug om even het eindresultaat te laten zien. Zo, ik ben inmiddels even helemaal verder klaargemaakt. Lippenstiftje erop, haren eventjes gedaan. Laten we even de producten doornemen. De bronzer, de matte face and body bronzer. Ja, ik vind hem leuk, ik vind hem wel wat aan de lichte kant. Het geeft wel een hele natuurlijke uitstraling. Dus ik vind het zeker voor een dag dat je misschien wat
wel wat kleur wil hebben, maar dat je niet zoiets hebt van ik wil een hele contouring, heel geschikt. Maar hij is dus wat aan de lichte kant. De kwast vind ik wel fijn in gebruik. Hij is wel wat zacht, maar deze combinatie die werkt op zich wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, het Cheek palet. Leuk paletten. De bronzer is iets donkerder als de grote bronzer. Waardoor je een iets betere contouring kunt creëren die wat donkerder is. De blush vind ik heel mooi en de highlighter vind ik ook echt prachtig. Dus dit paletten vind ik wel heel geslaagd, moet ik zeggen. Het oogschaduwpaletten vind ik echt fantastisch. Ik vind de look die ik ermee heb kunnen maken heel erg mooi. Dit is natuurlijk wel heel persoonlijk. Maar ik vind de pigmentatie heel goed. Ik vind het gewoon echt heel geslaagd eigenlijk. De twee nagellakjes kan ik je ook nog wat over vertellen. Het zijn leuke kleurtjes. De dekking is goed. Met twee laagjes heb je een prima dekking. Maar ze chippen wel heel snel. Dus verwacht niet dat de nagellak echt dagenlang blijft zitten. Want ik had echt na 1-2 dagen al flinke chips. En heb zelfs mijn nagels door de week heen een keer helemaal opnieuw moeten doen. Dus ja, hele leuke kleurtjes. Maar niet heel long lasting. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe ik deze collectie in kaart heb gebracht. En of je een conclusie hebt kunnen trekken. Of dat je het de moeite waard vindt om wat aan te schaffen van deze collectie. Misschien heb je al wel wat gekocht. Ik ben wel benieuwd. Of dat je van plan bent wat te kopen. Of dat je al wat hebt gekocht en wat jouw mening ervan is. Ik vind toch wel weer dat Catrice wel weer een hele mooie collectie heeft neergelegd. Ik word ook vrolijk van de verpakkingen. De collectie is compleet vegan. Dat is altijd wel heel fijn. Ik vind het zeker wel een hele leuke collectie. En ik ben wel heel erg blij dat ik hem uiteindelijk wel heb aangeschaft. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!